Hey Deel, Wijnand hier. Ja, verschrikkelijk grote stap voor jou, die we natuurlijk nooit aan zagen komen. Helemaal alleen zonder mij. Ik twijfel er niet over, dit wordt een belachelijk succes. Veel succes, Jochien. Hey schatje, veel plezier met je programma. En ik ga net als de vorige keer natuurlijk elke keer gekluisterd aan de radio zitten. Heel veel succes. Een dikke kus. Barend is mijn zoon en Barend is een beetje chaotisch. Daarnaast heeft hij een fotografisch geheugen. Dat zal hem af en toe heel erg goed van pas kunnen komen. Maar hij is ook een kei in kletsen. En een kei in kletsen, daar bedoel ik mee dat hij zomaar een eindje in het wilde weg zit te praten. Hij komt uit de keistad Amersfoort, maar zijn echte roots liggen in Veenendaal en in Scherpenzeel. Dat is een cultuur die een bepaalde kenmerken heeft. En zo tegen Barend wil zeggen, Barend, zet hem op, succes. En als laatste zou ik willen zeggen, het gezaaide zaad zal ooit tot wasdom komen. Dan weet hij wel wat ik bedoel. Barend, waar Barend? Ja. Ik moet hier even van bij komen. En dat snap jij op zich niet. Het is wel gek om om mijn eigen papa te horen. En daarnaast de mensen waar ik zielsveel van hou, te weten Wijnand en Lisa. Ik heb even de tranen in mijn ogen staan, omdat... zo, even bijkomen. Nee, mijn papa was ooit mijn allerbeste vriend. En dat is zeg maar veranderd toen ik dit ging doen. Radio ging maken. Ik kom uit een heel christelijk gezin. En ja, dat je dan hier werkt en dat dan dit hetgeen is wat je doet, dat doet ze pijn. En dat je dan je vader hoort in de opening van je nieuwe show. Dat doet me heel veel. En dat had je best wel even mogen zeggen, Lucas. Ja, dat is het ook. Goed. Excuus voor dit begin, het is voor jou gewoon een mooie dag. Het is 2:15, een nieuwe baan, het gaat beginnen. Ik heb er zin in en dankjewel, pa. 3FM, Serious Radio. Barend.